Goedenavond allemaal. Welkom bij de tweede avond over de woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek. We hebben al een bijeenkomst gehad rondom Terborg en vanavond gaan we het hebben over Ulft, Gendringen en omgeving. Even voorstellen, wie zit hier bij mij? Rechts van mij zit Ben Hiddinga, wethouder ruimtelijke ordening. Even verderop zit Harm Leijsen, beleidsadviseur wonen. En ik ben Karin Krijt-Garretsen, communicatieadviseur. Niet zo belangrijk vanavond, ik mag het een beetje aan elkaar praten, maar inhoudelijk gaat het natuurlijk om deze heren. Wij zijn eigenlijk ook wel heel benieuwd wie er aan de andere kant van de camera zit. Want dit is natuurlijk een soort oplossing die wij liever ook anders hadden gezien. Hè. Door corona moet het heel veel digitaal, maar het liefst zien we u in het echt. Dus daarvoor hebben wij een vraag. Ik zou jullie graag een vraag willen stellen. En dat is eigenlijk, wat is de reden dat u hier vanavond meeluistert en eventueel uw vragen wilt stellen? Nou, als u goed kijkt, ziet u rechts van u dat daar een vraag tevoorschijn komt straks. Daar staat een rode knop en daar staat vote. Nou, eigenlijk zou het in het Nederlands moeten zijn, hè? Dat is natuurlijk gewoon stemmen. En dan kunt u stemmen op uw antwoord, zodat wij ook een beetje weten waarom u hier zit. Waar gaan we het dan verder vanavond over hebben? Ben Hiddinga gaat iets vertellen over de woningbouwopgave in zijn algemeen. En vervolgens gaat Harm Leijsen verder iets vertellen over de specifieke uitbreidingslocaties en ook de inbreidingslocaties van Ulft en Gendringen. Daarna is er ruim tijd voor al uw antwoorden en voor vragen. Er hebben zich 188 mensen aangemeld. Dus wij gaan proberen om alle vragen te beantwoorden vanavond. Daar word ik gelukkig bij geholpen met allemaal techniek. Maar mocht het niet lukken, dan zal er in de loop van volgende week de vragen met de antwoorden verschijnen op onze website. Dus we gaan ons best doen om het vanavond allemaal te beantwoorden. Lukt het niet, nemen we de vragen mee en worden die alsnog beantwoord. Dan wil ik eigenlijk beginnen. Ik zal eerst eens even kijken of er een resultaat is vanuit de... Waarom volgt u deze bijeenkomst? Nou, volgens mij, als het goed is, ziet u zelf ook de resultaten. Ik laat het ook even aan mijn collega's zien. Heel veel mensen kijken mee vanavond die dus op zoek zijn naar een woning. Goed zo. Meer dan ik had verwacht nog. Ja, mooi. Maar heel goed, heel goed. Ja. Nou, er komt veel informatie voor u. Als u een vraag heeft... Aan de rechterkant, waar u net ook zag waar u een vraag kon stellen, daar staat een schermpje. Ziet u dat schermpje niet, dan kan het zijn dat u even van fullscreen naar een kleiner scherm moet gaan. Dan verschijnt vanzelf het venster waarin u vragen kunt stellen. Goed, dan wil ik nu even overgaan naar een video van wellicht een bekende in de gemeente, John Kunnen. Wij merken dagelijks eigenlijk aan de woningnood die er nu heerst in Nederland, dat we een groot tekort hebben aan woningen. Die woningen die betreft het vooral de starterswoningen en de gelijkvloerse woningen. Maar tevens hebben we eigenlijk ook wel gebreken aan doorstroomwoningen. Die doorstroomwoningen, dat is een domino effect. Op het moment dat die vrijkomen, dan kunnen natuurlijk ook die starters weer naar die 200 inkappen. En de 200 in kappen weer naar de vrijstaande. En daardoor krijgen we natuurlijk ook automatisch starterswoningen vrij. Dus we hebben eigenlijk een probleem op de hele breedte van de woningmarkt. Ja, de starters hebben eigenlijk een extra probleem. Die hebben het probleem dat er geen aanbod is. En B natuurlijk ook dat de prijzen veel te hoog zijn. Die prijzen, die is voor een starter, die moeten eigenlijk liggen tot rond de 2 ton. Ja, dat probleem is best wel groot op dit moment. Omdat we namelijk gigantische zoekerslijsten hebben, zowel voor die starters. Ik denk dat we hebben recentelijk nog wat starterswoningen verkocht. Hier op de voormalige boterfabriek, daar waren 6 starterswoningen te koop. En uiteindelijk melden zich daar 25 mensen voor. Dat was ook nog een druppel op de gloeiende plaat, want die 25 weten wij dat er ook nog wel... Daarnaast nog 75 mensen zijn die zoeken, alleen daar lag de prijsklasse te hoog. Dus die hebben automatisch al niet gereageerd. Dat is voor hier Vasseveldse begrippen extreem. Ja, het probleem van de volkshuisvesting is eigenlijk ontstaan al een jaar of 10, 15 geleden. We hadden tot 2010 een officieel ministerie van VROM, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
die is toen opgeheven omdat eigenlijk zij vonden dat de volkshuisvesting wel op orde was in Nederland. Dat had natuurlijk ook een reden, omdat we vergrijzen en krimpen. Dus ze dachten van, nou, daar hoeven we de aankomende jaren heel weinig aan te gaan doen. Nou, dat blijkt dus achteraf een groot misvatting geweest te zijn. En dat is ook de reden waarom we nu met dit krapteprobleem zitten. Ja, ik hoop eigenlijk dat landelijk, maar ook natuurlijk plaatselijke politiek het zover gaat regelen dat we een actief beleid krijgen op woninggebied. En dat we niet alleen maar meer gaan inbreiden, want inbreiden snap ik, dat is onze voorkeur. Dat we bijvoorbeeld oude panden in het dorp slopen en daar nieuwbouw neerzetten. Alleen, ja, op een gegeven moment raakt dat uitgeput en zullen we toch ook naar wijken moeten gaan. Ik denk dat het nodig is dat we hier, als ik alleen spreek over mijn eigen dorp Vassenveld, dat we minimaal tussen de 300 en de 500 woningen erbij zouden kunnen krijgen om de mensen te kunnen voorzien van woningen. Ja, nou, zoals je het kunnen aangeven, is er een hoge urgentie. Daar kan Ben Hiddinga ons nog veel meer over vertellen. Dus wil ik even het woord geven aan Ben over de woningbouwopgave. Ja, dankjewel Karin. Ja, de woningnood is groot. Dat horen we aan alle kanten. U merkt dat zelf natuurlijk ook. Als u op zoek bent naar een nieuwe woning, dan is het lastig kijken in de etalage van de makelaar. Een van de makelaars is John Kuhne, maar we hebben natuurlijk nog veel meer makelaars in onze gemeente. En ze hebben heel weinig woningen in de aanbieding. Als je een woning zou willen huren, dan ga je naar de coöperatie. En ook bij de coöperatie kom je op een grote wachtlijst terecht. En die wachtlijst wordt alleen maar groter. Dus dat betekent dat er een grote vraag is naar woningen. De vraag is natuurlijk van, hoe groot is nou eigenlijk dan die vraag naar woningen? We kunnen allemaal wel roepen dat er een grote vraag is. Maar uiteindelijk zul je ook moeten aantonen dat, dat die vraag ook echt aanwezig is. Daar hebben wij een onderzoek naar laten doen. Companen, het bureau wat wij daarvoor gevraagd hebben, is tot de conclusie gekomen dat wij op zijn minst tussen de 1000 en de 2250, ja, je kunt het op verschillende manieren zeggen, 2250 woningen tekort hebben de komende 10 jaar. En daar moeten we wat aan gaan doen. Het is natuurlijk zo dat wij al vanaf begin vorig jaar bezig zijn om de woningbouwopgave op een goede manier vorm te geven. Daar hebben wij regionaal afspraken over gemaakt. De eerste afspraak is dat wij, als wij de vraag kunnen aantonen, op locaties binnen de bebouwde kom die woningen gaan realiseren. Ik denk dat we even de volgende sheet moeten doen. Ja, daar staat hij. Ja, tweede bullet, twee sporen, inbreiden en uitbreiden. Binnen de bebouwde kom willen wij dus in eerste instantie wel die vraag naar woningen gaan oplossen. Maar dan is de vraag natuurlijk of je daar alles mee kunt afdekken. Het antwoord is nee. Onze raad heeft vorig jaar in november al tegen het college gezegd dat wij vooral ook naar uitbreidingslocaties moeten gaan kijken. Dus twee sporen gaan lopen. Inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties tegelijkertijd oppakken. Dus de vraag naar woningen is zo groot dat wij het niet kunnen bolwerken met alleen het tempo op inbreidingslocaties. We hebben wel gekeken naar hoeveel woningen kunnen wij nu op inbreidingslocaties kwijt. Het is een inschatting. Je hebt natuurlijk een heleboel locaties voorhanden en er komen er nog meer. Scholen die vrijkomen, winkels die leegstaan, fabriekslocaties die vrijkomen. En zo kun je nogal meer van dat soort locaties voor de geest halen. Alles bij elkaar opgeteld, over de hele gemeente heen, zou je daar 800 woningen kunnen bouwen. Maar 2250 min 800 betekent dat er nog steeds 1450 woningen op uitbreidingslocaties gebouwd moeten gaan worden. En daar is het tweede onderzoek naar gegaan, over gegaan. Op welke locaties zouden wij nu eigenlijk dan die 1450 woningen op uitbreidingslocaties moeten bouwen? We hebben een heleboel locaties bekeken in de drie stedelijke clusters die onze gemeente kent. Het eerste stedelijke cluster is Gendringen-Ulft, daar zou je Varsselder nog bij kunnen tellen. Het tweede cluster is Terborg-Silvolde en daar zou je Etten bij kunnen rekenen. En het derde cluster is Varsseveld met Westendorp, Heelweg en Zinderen die daaromheen liggen. Dat zijn de drie clusters die we bekeken hebben en we zijn tot de conclusie gekomen dat er twee locaties bij Gendringen-Ulft ontwikkeld zouden moeten worden. Eén locatie bij Terborg, Silvolde, Etten en twee locaties bij Varsseveld en omgeving. Daar gaat zo meteen Harm nog van alles over melden, over hoe wij tot die inkadering zijn gekomen. En daar gaan we hartstikke hard mee aan de gang.
de komende tijd. Maar je ziet het al voor u, er is al best veel gebeurd. Vanaf het moment dat wij vorig jaar, begin vorig jaar, hebben aangekondigd dat iedereen met zijn plannen bij de gemeente kan komen en dat wij daar een toetsingskader voor hebben om die plannen te beoordelen, is het ook echt storm gelopen. We hebben meer dan 100 plannen binnengekregen en die meer dan 100 plannen levert uiteindelijk op dat wij voor bijna 800 woningen zeg maar eventjes aan zouden kunnen gaan realiseren door de hele gemeente heen. En dat is al best veel. Het is niet zo dat ze allemaal nu al gebouwd kunnen gaan worden, want een heleboel moeten nog het vergunningtraject in. Maar we zijn op dit moment al met 175 woningen aan het bouwen. En dat is al de eerste goede stap die we kunnen melden. 520 woningen, u ziet het hier voor u, die zijn nog in procedure en die zullen binnenkort richting het vergunningtraject gaan als ze uiteindelijk alle toetsingspunten kunnen doorstaan. Tot zover denk ik, Karin, mijn deel van de presentatie en ik denk dat we het woord terug even jou. Ja, dankjewel. Ik zie dat er al best heel veel vragen binnenkomen, ook over type woningen. Ik ben druk aan het meeschrijven zoals u ziet. We gaan het straks wel proberen te beantwoorden. Maar misschien is het wel leuk en ook wel goed voor ons om te weten wat dan precies die behoefte is qua type woningen. Dus wellicht kunnen we dan een polvraag weer instellen over de type woningen. Dat is polvraag 3, zeg ik even naar de techniek. Wat voor type woning zoekt u nu precies? U verschijnt weer rechts onderin weer een polvraag en daar kunt u weer op stemmen. En dan kijken we zo weer wat er uitkomt. Er komen ook wat opmerkingen binnen over het geluid. Het kan zijn dat u de unmute knop, ik begreep, rechtsbovenin uit zou moeten zetten en dat er dan wel geluid is. Maar ja, dat hoort u nu waarschijnlijk niet als u geen geluid heeft, want dan hoort u mij niet praten. Ik hoop dat het dan toch opgelost wordt. Was er nog verder voor huishoudelijke mededeling? Zoals u ziet, kunt u ook duimpjes geven. En sommige mensen hebben het al ontdekt. Maar als u een vraag tussen ziet waarvan u denkt, die vraag die zou ik eigenlijk ook willen stellen, hoeft u hem niet opnieuw in te stellen. Geef gewoon een duimpje, want dan weten wij, deze vraag heeft prioriteit. Nou, genoeg huishoudelijke mededelingen. U zit hier voor de informatie. Dus ik geef gauw het woord door aan Harm. En dan zal ik straks nog even terugkomen op de poll. Okay. Harm Leijsen. Dankjewel, Karen. Ja, ik ben heel benieuwd wat er uit de poll gaat komen. Want wij zijn natuurlijk al jaren in contact met onze bewoners over allerlei woningbouwplannen en behoeftes die er zijn. En ja, deze kaart die u nu ziet, laat alleen het cluster Ulft-Gendringen zien met een aantal locaties. Zelf ben ik ook betrokken bij een paar kleine kernen, Heelweg, Vasseldorf en ook Bredebroek, waar we al bezig zijn met starters en ook ouderen en andere bewoners om daar concreet woningen te gaan realiseren. En dat doen we met heel veel plezier met een mooi team. Nu, de aandacht voor Ulft en Gendringen. De kaart die u nu ziet, daar ziet u twee grote uitleglocaties liggen, maar ook een aantal stipjes. En die stipjes, dat zijn locaties, hieronder staat ook van meer dan 10 woningen, die al in gang zijn gezet of in gang gezet gaan worden. Ook misschien een paar bekende locaties bij, zoals de Druilocatie. Eentje wil ik er even uithalen. Dat is de volgende sheet, Karin Schild. Dat is de locatie in de Josassenstraat. Typisch voorbeeld, de eerste prioriteit, Ben heeft het ook toegelicht, transformatie en inbreiding. Daar zijn we mee gestart de afgelopen jaren. Deze locatie, dat is een voormalige supermarkt, een slijterij en een parkeerplaats. En die wordt getransformeerd, omgebouwd naar starterswoningen, twee kappers en ook appartementen. Een heel mooi voorbeeld. En daar hebben we nog veel meer van in Oude IJzerstreek van een transformatie en een inbreidingsopgave die er is. Als we dan kijken naar wat er dan na gaat komen. Dan zie je natuurlijk gewoon dat we het gehad hebben over die uitleglocaties, die uitbreidingslocaties. Terborg, Voorbroek, die hebben we vorige week besproken. Morgen is aan bod Varsseveld met West en Noord. En daarna gaan we nu hebben over Ulft en Gendringen, de Biezenakker en Lenteleven. Maar wat betekent dat nu, deze vijf uitleglocaties? En wat betekent dat nu ook voor u eventueel? Daar willen we nu bij stilstaan. Ik,
ga heel even onderbreken, hoor. Ja. Want mensen zien de pol niet staan. Oké. Okay. Dat kan dus zijn omdat je hem op het groter scherm hebt. Ik hoop dat dat de oplossing is. Maar het kan dus zijn dat als u hem niet op fullscreen, maar op een wat kleiner scherm, hè, dus daarbovenin niet het grote, maar die twee vierkantjes, zeg maar, zet, dat u dan wel de pol kunt zien staan. Excuses voor het onderbreken. Ja, nou, we zijn natuurlijk wel heel benieuwd waar, wat voor woning u wilt wonen. Dan kunnen we daar straks op terugkomen. Ulf Gendringen. We hebben bij Ulf de Gendringen gekeken naar vier locaties in eerste instantie. Waar we die uitbreiding willen gaan realiseren, waar de makelaar ook iets van vertelde en waar Ben het over had om die grote woningbouwopgave te gaan realiseren. Vier locaties. En links ziet u ook een overzicht van ja, de wijze waarop wij hebben gekeken van hoe gaan we die locaties nu beoordelen. Daar hebben we een aantal aspecten gekeken. Capaciteit, eigendom, maar vanuit de eigendom ook gelieerd aan de ontwikkelsnelheid. De inpasbaarheid binnen de structuur zoals de kern nu al eruit ziet. Maar ook het landschappelijke structuur. Want groen en alles het eerbied voor het landschap die willen wij ook gewoon echt in ere houden. Wat er natuurlijk ook bij speelt als je met een grotere uitleglocatie aan de slag gaat, is dat je goed kijkt naar de bereikbaarheid en nabijheid van bestaande voorzieningen. En ja, de complexiteit met alles wat daarbij hoort, van milieuhindercontouren, van bestaande bedrijven, agrarische bedrijven of andere zaken die daar spelen. En elke locatie moet ook goed faseerbaar zijn. Daar hoort ook een stukje risicomanagement bij, want risicomanagement betekent dat ook ingewikkeld wordt voor bijvoorbeeld financiële of andere aspecten waar risico op kan lopen. Faseerbaarheid wil ook zeggen, we gaan die locatie niet in één keer als totaal ontwikkelen, maar in logische stukjes. En die logische stukjes moeten ook zo zijn dat het ook zo'n stukje van zo'n grotere locatie ook een autonoom woongedeelte kan worden. Want als je in wilt spelen op woonontwikkelingen, je kunt niet alles voorzien. Dan moeten locaties faseerbaar zijn om ook te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. En dan wil je ook logisch faseerbare locaties hebben. En ja, wat er natuurlijk ook bij hoort is, je wilt ook locaties hebben waar je veel kavels in kwijt kunt. En ja, wat daar ook bij speelt, natuurlijk de direct omwonenden met uitzicht op die locatie. Wat vinden die ervan? Daar zullen ook wel vragen over gesteld worden straks. En ook de beleving. We willen onderscheidende woonmilieus hebben. Geen Vinex-locaties zoals we in heel veel delen van het land kennen, maar iets wat past bij de sfeer en de cultuur hier in Oude IJsselstreek. We kijken ook natuurlijk naar een versterking van die beleving van de dorpsrand en wat er ook bij hoort van, we willen ook locaties hebben waar draagvlak voor is. Als u naar die criteria kijkt, zien we dat we 5 een ander kleurtje hebben, dat die zijn voor ons wat belangrijker. En op die manier hebben wij de locaties gewogen, die 4 in Ulft-Gendringen. En zijn voor ons Lenteleven en Biezenakker naar boven gekomen als de 2 locaties waar wij mee aan de slag gaan. Dan staan we nu stil in eerste instantie bij Lenteleven. De locatie is hier omkaderd, daar kunt u goed naar kijken. En deze locatie heeft een oppervlakte van circa 12 hectare. Nou, daar moet je wat van afhalen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar wegen die je aan moet leggen, dan hou je een kleine 11 hectare over. En als je dan kijkt naar een bepaalde dichtheid van woningen, tussen de 15 en 20 woningen, dan praat je dus denk ik ongeveer over een laadvermogen, zoals we het noemen op deze locatie, van tussen de 165 en 220 woningen. Er zijn wel een aantal kansen en aandachtspunten bij deze locatie. Centrale ligging. Nou, wij denken ook dat het goed kan aantakken op de bestaande structuur. De gemeente heeft ook grondbezit op deze locatie. En wij zien ook mogelijkheden om hier woningen neer te zetten die aanvullend zijn op de woningen die er al zijn in Gendringen. Aandachtspunt, maar ook een kans, is wel kijken om een goede overgang te maken naar die 817, die weg. En eventueel, daar zit ook naar te denken als mogelijkheid, misschien moeten we wel een 30 kilometer weg van maken om het nog aangenamer te maken om daar te wonen. Aandachtspunten daarbij, net ook al bij de criteria van vermeld, zijn die milieuhindercontouren. Bij de sportvelden, maar ook de agrarische bedrijven. Daar hebben we echt rekening mee te houden. Maar ook het geluid van die N817. Dus kortom, een locatie waar we toch behoorlijk wat woningen kwijt kunnen de komende 10 jaar. Dan de tweede locatie, Biezenakker. Dat is een grotere locatie, bijna 27 hectare. U ziet hier het kader staan van deze locatie.
En nou, dat is alles bij elkaar een mogelijkheid van tussen de 480 en de 360 woningen, naargelang de dichtheid die je hebt. Dichtheid wil zeggen tussen de 15 en 20 woningen per hectare. En naargelang de sfeer die je wilt creëren, ga je meer woningen bouwen of ga je minder woningen bouwen. Wij denken zelf, dat is onze reactie ook een beetje toen we deze locatie keken, van dat je het beeld van Ulft aan deze kant echt kunt versterken door deze locatie op te gaan pakken. Het heeft een centrale ligging. Ook kansen als je kijkt vanuit de bestaande groeistructuur om daar echt wat moois mee te gaan doen. En je kunt goed aansluiten op de bestaande voorziening om daar gebruik van te maken. Er zijn ook aandachtspunten. Milieucontour van de sportvelden en de school. Nou, en die inpassingen van de bestaande kavels. En ook kijken hoe je daarmee omgaat. Dus de omliggende kavels, hoe ga je daarmee om? Want dat zijn er wel een paar die er al liggen. De geluid van die N817, ook weer een aandachtspunt, liggen aan dezelfde weg. En die milieuhulde contouren van het bedrijfsterrein aan de noordkant. En tenslotte, ook hier een goede aandacht nog voor de ontsluiting die erbij hoort. Dit is heel kort eventjes het beeld van deze twee locaties. Dan zullen we misschien de vraag stellen van ja, oké, en dan? Deze locaties zijn nu bekend. Hoe ga je er nu uitwerken? Wij gaan dat doen door voor elke locatie, en doen voor al die 5 uitbreidingslocaties, een locatiepaspoort op te gaan stellen. Een locatiepaspoort is eigenlijk een soort, ja, het zegt al, een blauwdruk, een paspoort, een identificatie van hoe gaan we die locatie omschrijven en wat gaan we daar doen. Daar zitten die harde gegevens bij, die we net ook vertelden, die data, maar ook een sfeerbeschrijving van de woonmilieus, inclusief de inpassing van die landschappelijke elementen. We gaan heel goed kijken naar die invulling van die bouwvelden, die komen allemaal in het locatiepaspoort terug, de bouwkavels, en ook de objecten erbij horen, maar ook de stedenbouwkundige accenten die erbij horen. En ook de typologie en het programma van de bebouwing. U gaat vragen stellen waarschijnlijk of u antwoorden geven van wat voor woningen zoekt u daar. Nou, we hebben ook bij transformatie en inbreiding ook heel erg gekeken naar vooral ook die starters en ouderen. Nou, deze locaties zijn zo groot dat we ook niet alleen aan starters en ouderen, maar ook aan andere typologieën woningen kunnen denken. Heel concreet ook, we gaan ook bouwregels opstellen in die locatiepaspoorten voor de verschillende kavels. Met dieptes van tuinen, erfafscheidingen, bouwhoogtes, nou, een aantal staan hier genoemd, die komen allemaal terug in een locatiepaspoort. Aandacht voor duurzaamheid, niet alleen de woning zelf, maar ook hoe ga je met het klimaat om in zo'n terrein en hoe ga je bijvoorbeeld water bergen. En natuurlijk ook, als je een grote locatie gaat maken, ontsluiting en het parkeren. Dat komt allemaal terug in die locatiepaspoorten die we nog gaan opstellen. Er is iets serieus mis met de pol. Excuses daarvoor. De pol werkt niet zoals we dat willen. Sommige mensen hebben wel kunnen stemmen, sommige mensen hebben het gewoon ingevuld. Maar ik kan je wel een soort tussenstand geven. Ja, heel benieuwd. Er zijn 3 seniorenwoningen. 2 mensen zeggen doorstroom. Maar er zijn ook veel die een vrije kavel willen. Ja. 9 vrijstaande woningen. Energie-neutraal is belangrijk. En 2 onder 1 kap. Dus het is niet alleen maar starters, wat ook iemand opmerkt inderdaad, heel goed gezien. Het zijn niet alleen maar starterswoningen waar vanavond behoefte aan is. Nee, als ik dat inderdaad zo hoor, dan is er ook heel grote behoefte aan mensen die een eigen woning willen realiseren. En ja, wat ik dan ook hoor doorstroom, dat spreekt ons ook zeer aan, want dat zijn vaak ook bewoners nu in Ulft-Gendringen. Die laten dan ook weer een woning achter en dat is ook waar we het vaak voor doen. Dat doen we zowel bij kleine als bij de grote kernen om doorstroming te gaan realiseren. Zodat er ook woningen vrijkomen voor jonge gezinnen en eventueel ook voor starters. Ja, dankjewel. Nou, wat er ook bij hoort bij de locatiepaspoorten, en dit is niet de locatie Biezenveld, Biezenakker of Lenteleven bedoel ik, is dat we de hoofdgroenstructuur en de hoofdstructuur heel goed gaan in kaart gaan brengen. Wat is de sfeer van het landschap? Hoe gaat die ontsluiting plaatsvinden? Waar gaan de woningen komen? Waar komt het groen? Waar komt eventueel waterberging? Die hoofdstructuren die gaan wij ook vormgeven in zo'n locatiepaspoort. En als laatste onderdeel, dat is het volgende plaatje. Het spreekt natuurlijk ook iedereen aan, daar hebben we net ook over gehad, dat je ook iets gaat maken wat past bij de Achterhoek. Dus we gaan ook op zoek naar sfeerbeelden waarin we naast alles wat we net al genoemd hebben laten zien wat voor sfeer gaan we nou realiseren? Wat spreekt ons nu aan? Wat past nou echt bij de Achterhoek en wat maakt dit ook aantrekkelijke locaties? En hopelijk gaat dat lukken bij het opstellen van die locatiepaspoorten. Maar er komen ook veel vragen over in hoeverre mensen daar ook over mee kunnen gaan denken straks. Hè? De omwonenden van de gebieden. Ja,
Ja, daar kan ik wel antwoord op geven. Ik maak zo een stapje ook richting de planning. En daar staat ook heel duidelijk bij aangegeven wat dat betekent eventueel voor participatie, zoals we dat noemen, met de omwonenden. Dat komt bij net bij een volgende fase, komt dat zeker ter sprake. Ja. Nog twee plaatjes en dan ga ik graag in op jullie vragen. Eerste plaatje, wat iedereen heel spannend vindt, van wanneer gaat dat nu gebeuren? Wat is nou die planning voor Ulft-Gendringen de komende 10 jaar? Nogmaals, we gaan niet alleen over uitleglocaties hebben, wij blijven de komende 10 jaar ook inzetten op die transformatie- en inbrengingslocaties. Dus wij blijven die oproep doen aan alle initiatiefnemers om daar woningbouwinitiatieven voor in te dienen. En als we dan kijken wat dat betekent tot 2025, nou, dan willen wij met fase 1 aan de slag in Lenteleven en Biezenakker. Dat doen we met name op de locaties waar we zelf al bezit hebben als gemeente. Dat is de zuidkant van Lenteleven en bij Biezenakker is dat gebied rond de school de oorsprong. En natuurlijk, we blijven inzetten, wat ik net ook al zei, op die transformatie en inbreiding. Dat is een continu proces. Na 2025, die fase 2 uitleg, Lenteleven en Biezenakker, en transformatie en inbreiding continu. En dan gaan we ook kijken naar de DRU. Dat betekent dus dat wij behoorlijk wat te doen hebben. En dat doen we niet alleen, want dit doe je met heel veel andere partners. Van de gemeente bouwt niet die woningen. Hier hebben we ook echt allerlei partners voor nodig. En ook de goede informatie en kennis en beelden ook van onze inwoners. Als je het eventjes heel kort opknipt voor de komende periode en daarna. Wat is nou zo'n indicatieve planning? 2021. Wat betekent dat? Wat zijn voor ons nou de volgende stappen? We willen eerst een projectleider gaan werven voor Lenteleven en Biezenakker. Dat is degene die kar gaat trekken namens alle betrokkenen. En niet alleen de gemeente, maar iedereen die betrokken is bij deze ontwikkelingen. En dat betekent dat we dat als eerste stap nu gaan doen. Wij gaan een goede projectleider werven. De tweede stap is dat we een startnotitie op gaan stellen. En die startnotitie betekent ook dat wij gesprekken gaan voeren met eigenaren. Ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen hier zitten kijken die daar een stukje grond hebben of een huis hebben staan, die zeggen van wij willen zo snel mogelijk met de gemeente gaan praten. Dat kunnen we nu op korte termijn nog niet gaan doen. Daar hebben we echt de projectleider voor nodig om dat goed te coördineren samen met onze betrokken bestuurders. En dan gaan we zo snel mogelijk die gesprekken starten. Als we die startnotitie hebben, dan gaan we daarna, wat ik net ook al aangaf, dat locatiepaspoort uitwerken. En hier komt dan ook die rol van de bewoners, want wij gaan er ook daarin participeren. Daar gaan wij de bewoners bij betrekken. En ook de beelden ophalen en ideeën ophalen wat u nu al aangeeft, bijvoorbeeld via zo'n poll, waar u naar op zoek bent, wat u belangrijk vindt. En dat betekent, en dat hoort er ook bij, we hebben ruimtelijke procedures, dat wij het jaar 2022-2023 nodig hebben, die periode, voor het opstellen van een omgevingsplan. Voorheen heette dat bestemmingsplanprocedure. In de nieuwe omgevingswet heet dat omgevingsplan. En als we dat allemaal goed doorlopen hebben, dan zouden wij over 2,5 jaar in 2023 kunnen starten met fase 1 van het bouwen van de eerste woningen. En dan hebben we die fasering, zoals ik net aangegeven heb, die gaat dan volgen. En dat betekent dat we ongeveer 7 jaar bezig zijn met de ontwikkeling van deze uitleglocaties. En nogmaals, parallel daaraan blijven wij doorgaan met mooie plannen op het gebied van transformatie en inbreiding. Nou, nog een keertje hier het plaatje. Biezenakker en Lenteleven als twee grote uitleglocaties. En daarnaast transformatie en inbreidingslocaties. Dat betekent dat wij voor de komende 5 tot 10 jaar, en dat staat daar beneden aangegeven, ik ga niet alle cijfers opnoemen, echt een paar honderd woningen gaan realiseren met transformatie en inbreiding. En ongeveer 600 woningen maximaal gaan realiseren met die uitleglocaties. Dus tussen 900 en ruim 1000 woningen voor de komende 5 tot 10 jaar in Ulft en Gendringen. Dat was even heel kort mijn bijdrage. Ja. Dankjewel, Harm. Nou, er zijn een heleboel vragen binnengekomen. Ik begin even voor de mensen die meekijken, die waarschijnlijk zijn deze alweer naar beneden, maar ik begin even van onderaan de mensen die de eerste vraag hebben gesteld. Er werden inderdaad veel vragen gesteld, hè, op welke termijn komen de kavels beschikbaar? Nou, ik heb min of meer al een antwoord op gegeven, maar zou je daar nog wat concreter een antwoord op kunnen geven dan wat je in je planning aangaf? Ja, ik denk dat het is, wat ik net aangaf in die planning was enerzijds het bouwen. Wanneer dat start, wanneer komen ze dan beschikbaar, dat is eerder. Zodra wij
definitief weten hoe de locatie ontwikkeld gaat worden en op welke wijze we die in de markt gaan zetten. En dan moeten we natuurlijk nog de ruimtelijke procedure gaan lopen. Zijn er mogelijkheden voor mensen om erop te reageren als wij kavels gaan verkopen? Maar nogmaals, de gemeente bouwt zelf niet. Wij gaan ook partners zoeken om deze locaties te gaan ontwikkelen. Dus bij die startnotitie, maar ook bij de uitwerking van het locatiepaspoort, daar bent u ook bij betrokken, krijgt u langzamerhand ook een beeld van waar gaat het dan precies over, welke kavels gaat het dan over, of gaat dat gewoon inderdaad een projectontwikkelaar oppakken. En dat is ook een moment voor u om daarop aan te gaan haken en erop te gaan reageren. Daar komen we nog echt bij u op terug. Ben, als ik daar meteen op in mag haken, misschien een vraag voor jou. Die projectontwikkelaars, hè, daar vroeg ook, kom ik aan te vragen over hoe gaat dat dan ontwikkeld worden. Hè? Gaat dat vanuit de gemeente of krijgen we dan te maken met een projectontwikkelaar, een makelaar? Hoe gaat het dan in zijn werk? Als wij met een projectontwikkelaar in zee gaan, dan zal uiteindelijk een makelaar de woningen voor de projectontwikkelaar gaan verkopen. Zo werkt dat normaal gesproken. Die makelaar zal ook een inschatting maken voor die projectontwikkelaar van wat voor een woningen is nou echt vraag naar. Die inschatting hebben wij natuurlijk zelf van tevoren in ons locatiepaspoort ook al gemaakt. Dus in die zin is het aanvullend aan elkaar. Als ik het nu zo beluister, en we hebben het eigenlijk ook al vorige week gehoord toen het over voorboeg ging. Er is best een deel van onze inwoners die zelf wil bouwen, de eigen bouwers. Daar zullen wij rekening mee gaan houden, verwacht ik zo of niet, Harm. In het plan wat we samen met de inwoners gaan maken. Om daar ook een deel van het plangebied voor te reserveren voor de zelfbouwers. Ja, er komt net een vraag binnen die dan toch even voorrang geven, omdat die ook meteen heel veel duimpjes krijgt en hierop aansluit. Komen er ook mogelijkheden voor ontwikkeling door eigen initiatieven? Van mensen zelf, van inwoners zelf, die zelf met een initiatief komen? Ja, dat kun je ook op verschillende manieren benaderen. Harm kan denk ik een heel mooi verhaal vertellen over hoe het in Bredenbroek gaat. Ja. Nou, misschien moet je dat eerst maar vertellen, Harm. Ja, kijk, wat wij heel duidelijk merken is dat er ook heel veel energie zit bij inwoners zelf. In Bredenbroek hebben we ervoor gekozen om een locatie waar 8, 9 woningen op zouden kunnen te laten ontwikkelen door bewoners zelf. Dat doen we trouwens op meer plekken hier in de Achterhoek en met heel veel succes. Dat vraagt wel wat van bewoners zelf. Maar het kan ook heel goed zijn dat we bij die grote uitleglocaties en misschien ook wel bij transformatie- en inbreidlocaties de mogelijkheid gaan bieden om dat bewoners zelf een locatie ter beschikking krijgen en daar zelf aan de slag gaan om daar de woningen te ontwikkelen. Dus geen losse kavels, maar samen. Dat heeft een paar hele mooie voorbeelden. In Bredenbroek hebben wij gezien dat daar een hele hechte gemeenschap door ontstaat van jongeren en ouderen. En dan heb je meteen al een klein buurtje wat je ontwikkelt op het moment dat de woningen er staan, waar heel veel betrokkenheid is met de buurt, maar ook tussen de bewoners zelf, om ook zaken op te pakken. Dus ja, ik denk dat dat heel veel mogelijkheden gaat bieden, ook bij deze uitleglocaties. Er komt inderdaad ook een vraag van, is er ruimte voor CPO? Nou, mijn gebrekkige kennis, volgens mij is dat is ook, een CPO, dat kan ook in de vorm van een CPO zijn. Je hebt er verschillende vormen in, CPO, er kunnen ook groepen zijn die zeggen we gaan meteen een gesprek in met een ontwikkelaar, een bouwteam om samen die huizen te ontwikkelen. Dus er zijn meerdere vormen zijn daarin mogelijk. Ja. Er komt ook wat opmerking over de poll dat hij niet helemaal representatief is. Daar zijn we ons van bewust. We weten dat we met heel veel mensen hier zitten en een aantal mensen die hebben kunnen reageren dat niet. Maar er zijn ook onderzoeken gedaan, misschien dat Ben daar iets over kan zeggen, die wel meer inzicht geven in wat nou de daadwerkelijke behoefte is. Ja, dat is. We hebben daar verschillende onderzoeken. Het eerste onderzoek is het Achterhoekse woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek is al een tijdje terug gedaan, maar we varen nog wel op de gegevens die daaruit voortgekomen zijn. En dat is eigenlijk dat de vraag naar woningen vooral zich richt op starters en senioren. De starters, nou, dat verhaal dat kent iedereen waarschijnlijk wel, maar die senioren dat behoeft wel wat meer uitleg. Het is zo dat al die senioren, en daar hebben we er nu nog niet zoveel van, maar dat worden er steeds meer in de loop van de jaren. Dat die senioren dan op een gegeven moment gewoon te groot wonen. Die willen eigenlijk de volgende stap nog maken en die gaan dan naar een kleinere woning. Die grote woningen waar ze dan uitkomen, ja, die komen vrij voor de markt. En daar zouden dan de doorstromers in kunnen komen. Dus dat is eigenlijk een systeem wat we al heel lang aan het propageren zijn. Hè? En dat is ook best wel een natuurlijk systeem eigenlijk. Maar er is nu iets nieuws aan de hand. Hè? En dat is dat wij besef hebben dat er 27.000 vacatures in de Achterhoek de komende jaren gaan ontstaan. Dat komt juist omdat die mensen die nu nog aan het eind van hun werkcarrière zitten, op een gegeven moment met pensioen gaan, dan nog wel gewoon natuurlijk gewoon blijven wonen waar ze wonen, maar de arbeidsplaats wel achterlaten. Als je kijkt naar hoeveel werklozen er in de Achterhoek zijn, hoeveel arbeidspotentieel er eigenlijk is, dan kunnen die 27.000 vacatures niet met
ons eigen volk, zeg maar, als je het zo zou willen noemen, opgevuld worden. Dus er gaat wat gebeuren op de arbeidsmarkt. Er komen mensen van buiten onze regio naar onze regio om die arbeidsplaatsen in te gaan vullen. En met die groep, maar ook met arbeidsmigranten en met statushouders en met jongeren die meer dan eerder weer terugkomen naar de regio, hebben we eigenlijk in het verleden geen rekening gehouden. En dat zorgt voor een extra vraag op de woningmarkt, dus ook een extra druk op de woningmarkt. En dat merken we nu met z'n allen dus, die extra druk op de woningmarkt. Maar dat betekent eigenlijk ook dat we niet meer uit kunnen met het idee dat we alleen maar voor de starters en voor de senioren moeten bouwen. Voor die tussengroep, en dat is een hele grote groep, dat is de helft van alle instroom in onze gemeente, is juist die tussengroep, dus de 35 en de 60 jaar, die ook een woning zoeken. Dus daar zal het antwoord ook over gaan. Dus ook voor die mensen moeten wij straks gaan bouwen in onze nieuwe woonwijken. Harm, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Ja, nou, wij merken ook aanvullend wat Ben ook aangeeft, is dat ook heel veel ondernemers met ons meedenken en ook mee willen doen. En ook aangeven van, ja, wij vinden het heel belangrijk dat onze eigen werknemers voor een groter deel dan nu het geval is, komen wonen in deze regio. Dus ook de ondernemers zijn we over in gesprek en die denken ook met ons mee en doen met ons mee om te kijken of wij op die manier ook uitleglocaties kunnen gaan ontwikkelen waar zij een deel van hun werknemers graag willen gaan huisvesten. Een andere vraag is dat er ook wat inwoners, zoals jij zelf al even zei, Harm, nu in één keer zien van hey, mijn kavel hè, of mijn perceel is omlijnd. Nou, misschien een vraag ook voor Ben. Wat betekent het als inwoner nu in één keer een lijntje om jouw perceel heen ziet staan? En er komt ook een vraag over voorkeursrecht, in hoeverre daar al mee aan de gang is, of jullie mee aan de gang zijn. Ja, bij het aanwijzen van de 5 gebieden heeft de gemeenteraad het voorkeursrecht uitgesproken over 2 van de 5. En dat zijn de gebieden waar de gemeente, wij zelf, niet zoveel grondposities in eigendom hebben, eigenlijk 0 grondposities in eigendom hebben. En we willen eigenlijk, als het gaat over welk type woningen gaan we bouwen en welke sfeer willen we creëren en hoeveel parkeerplaatsen moeten er georganiseerd worden, hoe zit het met groen in de wijk en nou, dat soort zaken willen we eigenlijk zoveel mogelijk de regie voeren. En de regie die voer je door zoveel mogelijk grondposities als gemeente in eigendom te hebben. Dus vandaar dat de locaties waar wij dat zo min mogelijk hebben, juist de wet voorkeursrecht gemeente, dus het voorkeursrecht, hebben uitgesproken. Dat is vooral in Varsseveld gebeurd. Lenteleven en Biezakken, waar we het nu over hebben, daar heeft de gemeente al een grote grondpositie. Dus daar is niet zo noodzakelijk om dat nu over deze gebieden uit te spreken. Wij kunnen eigenlijk al met onze grondposities de eerstkomende 5 jaar goed uit de voeten. En hoe het daarna gaat lopen, dat zien we dan daarna wel. Maar dan kan de woningmarkt in de tussentijd ook veranderd zijn. Dus om daar nu al zo heel erg op vooruit te lopen, dat vonden we niet zo verstandig om te doen. Maar er zijn natuurlijk nu mensen die op het kaartje, ja, daar staat hun perceel ingetekend. Dat is dus een potentiële woningbouwlocatie geworden ineens. En daar kun je als inwoner op heel verschillende manieren mee omgaan. Wij willen met al die inwoners in gesprek gaan om daar gewoon het goede gesprek mee te voeren. Wat gevoel heb je daar nou eigenlijk bij? Er zijn inwoners die zeggen van yes, ik had een stukje agrarische grond en ineens is het heel veel meer waard geworden. Ik wilde altijd al graag daar een woning op bouwen, dus ik ga daar de winsten uithalen en ik ga daar allerlei andere leuke dingen mee doen. Maar er zijn ook mensen, en daar moeten we ook gewoon heel goed gevoel bij hebben, die ja, heel erg verknocht zijn aan hun plekje. En ineens komt daar een gemeente en die zegt van, nou, wij gaan daar nu even een paar woningen bouwen. Dan moet je dan wel even heel serieus mee in gesprek gaan om te kijken of we op een of andere manier toch het goede gevoel bij elkaar kunnen opwekken. En wat dat goede gevoel dan is, dat is in elke situatie weer anders. En wij proberen eigenlijk, en dat heeft Harm net ook gezegd, in ons participatietraject, het klinkt heel, ja, alsof je dat elke dag eventjes doet. Weet je wel, nou dat is niet zo. We willen de participatie, dus ons gesprek met de inwoners, zo inrichten dat straks, aan het eind van het hele ontwerpproces, nou, iedereen daar een goed gevoel aan overhoudt. Een zo goed mogelijk gevoel aan overhoudt. Dat wij de inwoners die een woning zoeken een woonplek kunnen bieden binnen onze gemeente. Maar dat wij ook rekening houden met de gevoelens van de mensen die daar nu al een plekje hebben. En dat is een delicaat proces. En dat proces gaan we wel in. Dat moeten we ook ingaan, want anders komen we niet tot woningbouwontwikkeling. Maar dat is zo. Ja, oké. Okay.
In het kader misschien een vraag voor Harm. He, met die participatie wordt er ook nagedacht over type woningen. Er zijn ook een aantal vragen die gaan over bijvoorbeeld van... Nou, we wonen nu langs een weg, daar komt straks veel meer verkeer doorheen als daar een wijk komt. Hoe gaan jullie om met veiligheid, maar ook met het behoud bijvoorbeeld van groen? Ja. Gaan we dan al ons groen opofferen? Kun jij daar iets over vertellen? Nou, wat het groen betreft, daar heeft de Raad ook een heel duidelijke uitspraak over gedaan. Zij vinden het groen, zeker het bestaand groen wat er is, wat echt waarde heeft. En dat geldt niet alleen hier in de locatie waar we nu aan bespreken zijn. In Ulft en Gendringen, maar alle uitleglocaties, maar ook bij transformatie- en inbreidingslocaties. Dat vinden ze heel belangrijk. Dus daar gaan we echt aandacht aan besteden. Er zijn ook andere partijen die daar ook al met ons meedenken daarover. We moesten kennis in huis op dat gebied, om daar goed naar te kijken. En wat we ook al aangaven bij een stukje uitleg van deze twee locaties. Ja, de zaken komen wel bij elkaar. We hebben uitdagingen. Groen, ontsluiting, parkeren, verkeer, klimaatadaptatie, waterberging. Dus er komen een aantal uitdagingen bij elkaar. En de mensen willen een keertje goed en prettig wonen. En als er enigszins kan, ook nog betaalbaar. Dat gaf ook nog, Ben ook nog een keertje aan net van, en we gaan er ook over participeren. Dus dat wordt best een interessant proces, want die belangen liggen nooit allemaal op één lijn. En dan gaan we wel kijken van wat het maximaal haalbare is. En daar is ook heel veel aandacht ook voor het groen. En wij begrijpen ook, daarom is zo'n ontsluiting zo belangrijk, dat de bestaande bewoners zeggen die aan die rand zitten van, wij zitten niet te wachten op veel meer auto's of veel koplampen binnen. Dus we moeten ook heel goed kijken hoe wij bij al die twee, al die locaties, al die vijf grote uitleglocaties, echt de ontsluiting heel goed gaan doen. En ja, daar kijken verkeersdeskundigen mee, maar daar ook over gaan we met de bewoners in gesprek. Oké, dankjewel. Er komen ook veel vragen over lokale doorstroming en voorrang. Misschien is het een vraag van Ben, voorrang voor bewoners die hier al een economische binding hebben of een andere binding hebben. Kun je daar iets over zeggen? Er is een Europees recht op vrije vestiging. En dat betekent eigenlijk dat iedereen overal moet kunnen wonen. Dus als je als gemeente richtlijnen gaat opstellen waardoor je bepaalde groepen de voorkeur geeft boven andere groepen, dan zouden die andere groepen maar zo kunnen zeggen, maar de gemeente, dit mag niet. Dus daar moeten wij goed mee omgaan. We zouden natuurlijk wel met projectontwikkelaars af kunnen spreken hoe die de woningen op de markt gaan zetten. Dat die misschien eerst lokaal adverteren en dan pas regionaal of landelijk adverteren. Dus dat zijn allemaal wel mogelijkheden waarbij je op een of andere manier de vraag naar woningen en het antwoord daarop wel kunt sturen. Maar echt als gemeente besluiten dat je de kavels en de woningen alleen maar voor je eigen mensen, zeg maar, eventjes beschikbaar stelt, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Nee, duidelijk. Ja, daar misschien op aanvullend. We hebben net ook iets gezegd van bewoners die zelf initiatieven willen ontplooien. Dit gaat ook mogelijkheden bieden voor dat soort initiatieven waarin de bewoners zelf aan de slag gaan. En wij merken nu al op kleine schaal dat praktisch allemaal woningen worden voor de bewoners, ook uit die kleine kernen. Mm. Dus wij zien al dat op die manier al een binding gaat ontstaan. Dus wij hopen dat het ook gaat ontstaan bij de iets grotere locaties, dus deze uitleglocaties. Oké. Harm, er komen ook veel vragen over de prijzen. Ja. Blijven de kavels of ook de woningen betaalbaar? En er komt bijvoorbeeld ook een vraag over starterswoningen. En gaan we dan nog iets doen met de startersleningen? Worden die nog uitgebreid? Hoe zorgen we ervoor dat die woningen nog betaalbaar blijven? Kan je daar een antwoord op geven? Ja, dat wordt best een uitdaging. Iedereen die de krant elke dag leest of het journaal aanzet, een van de items naast corona is wonen. En daar speelt een heel belangrijke rol de prijsontwikkelingen. En de prijsontwikkeling is niet alleen van vraag en aanbod. Prijs is ook grondstof en alles wat daarbij hoort. Dat wordt een hele spannende. En niet alleen voor starters merken wij, maar zeker voor starters. Wij merken zelf, wij zijn gestart een paar jaar geleden hier in de Achterhoek met ongeveer een 2 ton. 2 ton is niet meer haalbaar en realiseerbaar. 2,25. Is nu al een prijs waar we naar aan het kijken zijn bij een starterswoning. En wat kun je daarvoor krijgen? Dat wordt ook steeds lastiger. Dat is een tussenwoning, dat is niet meer een hoekwoning. Andere kant zien wij dat heel veel jongeren niet meer kunnen betalen. Nou, daar moeten we echt een evenwicht in gaan zoeken. Ene kant, dat zijn meerdere aspecten die daarbij komen. Als ik kijk naar starters, is dat ook van, wat zijn je eisenpakket? Wat is je eisenpakket? We zijn ook nu bij een kleine kern bezig met low-budget starterswoningen. Dat zijn niet meer twee lagen met een kap met een garage erbij. Nee, dat is gewoon één laag met een kap, een kleinere woning met een kleinere tuin.
Dus we moeten elkaar daar echt tegenmoet komen. Wij bepalen niet de rente, wij bepalen niet de marktontwikkeling van de prijzen van de woningen. We kunnen wel sturen op een paar elementen die daar een stukje invloed op hebben. Dus het moet van meerdere kanten komen om die woningen betaalbaar te houden. Het wordt wel heel spannend. Het wordt wel heel spannend. Want die opgaves die zijn best niet alleen een oude IJsselstreek, die gelden voor heel Nederland. Maar we willen wel echt kijken of wij voor die doelgroepen echt iets kunnen, bouwen. Ja, ja, maar vroeger en dat, het is nooit, elk jaar is het weer anders, hè, maar het is nooit hetzelfde. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden als je een groter pakket, zeg maar even, met een projectontwikkelaar afspreekt. Dat de wat duurdere woningen financieel bijdragen naar wat goedkopere woningen. Dus dat op die manier een soort systeem, zeg maar eventjes binnen de bouwstroom ontstaat, waardoor het ene een beetje bijdraagt aan het ander. Zo kan een projectontwikkelaar spelen met de prijs. En zo kan de gemeente ook spelen met de grondprijs. Dus in die zin zijn er wel meerdere wegen die je naar Rome leiden. Aan de andere kant, ik begreep het vraag van Karin ook, dat er ook gevraagd is naar de starterslening. Nou, dat zijn natuurlijk ook gewoon middelen die beschikbaar zijn om uiteindelijk de woning ook betaalbaar te houden voor de groep waarvoor we hem eigenlijk ook willen realiseren. Dus dat zijn wel mogelijkheden. En de starterslening is volgens mij nog niet zo lang geleden door de Raad ook uitgebreid. In die zin dat er weer extra geld beschikbaar is gesteld om de volgende leningen te kunnen financieren. Nou, ja. Dat is niet meer goed nieuws. Er is één vraag, dat is wel waar ook meerdere mensen op gestemd hebben, die we toch even moeten stellen, denk ik, is waarom zijn bewoners, ik ben van communicatie, dus ik moet hem zeker stellen, misschien waar mezelf, maar waarom zijn bewoners niet eerder op de hoogte gesteld en moesten ze dit uit de krant lezen? Ben, kan jij er iets over zeggen? Ja, dat kan ik wel. En dat heeft vooral te maken met de wet voorkeursrecht gemeente, dat besluit wat het eerste college en de raad gaat nemen over die locaties in het Varsseveld. Wij wilden eigenlijk dat er één besluit genomen wordt over de vijf locaties, maar als je van plan bent om een voorkeursrecht uit te spreken over de gronden die het betreft, dan kun je niet van tevoren aan de hele wereld vertellen dat je van plan bent om daar woningen te gaan bouwen, want dan gaat de projectontwikkelaar het voor onze neus wegkapen. En om dat voor te blijven, krijg je dit soort besluiten, waarbij het een feitelijke soort overvalstactiek is, die echt bewust wordt gedaan door het college en daarna door de gemeenteraad. Dus daar ontkom je niet aan. Nee. Nou, ik weet sinds kort ook een beetje hoe de gemeente werkt, maar dan is het inderdaad het besluit wat genomen. Dat moeten we dan openbaar doen. En hup, de krant pakt het ook dan meteen op. Hè? Het is... Ja. Oké, dank voor dat antwoord. Andere vraag is, ik moet even kijken in mijn lijstje hoor, we hebben al best heel veel vragen beantwoord. Even kijken. Ja, Biezenakker is ook ooit aangewezen als restgebied of kans voor groene energie. Hoe staat het in verhouding tot deze plannen? Ben, weet jij daar iets van? Een restgebied. We kunnen ook terugkomen op vragen als we dingen uit moeten zoeken. Maar... Ik denk dat we die sowieso eventjes intern uit moeten zetten, deze vraag. Want Biezenakker als restgebied voor groene energie, dat is volgens mij niet zo. De Raad heeft nog niet zo lang geleden een omgevingsvisie vastgesteld, de toekomstvisie voor onze gemeente. En daar is vooral het gebied bij Netterden en Azewijn aangewezen als een gebied waar de energie... doelstelling gehaald zou moeten gaan worden als het gaat over windenergie en misschien ook wel andere zaken die daarmee samenhangen. Ik weet niet dat in dat besluit van de gemeenteraad ook de Biezenakker is aangewezen als een gebied waar zoiets dan zou kunnen. Dus die ken ik niet. Nee. Oké. Dan komt er nog over de planning van Lenteleven. Die heeft volgens mij Harm behandeld. Ja. Dus die is nog wel weer terug te zien. Dat is ook meteen een antwoord op een vraag die ik ook wat vaker hoor. Kunnen we dit nog terugkijken? Ja, je kunt dit gewoon terugkijken. Eigenlijk vrij kort nadat deze uitzending stopt, wordt het live uitzending omgezet in een video. Dus dan kunt u via dezelfde link kunt u nog eens goed terugkijken. En er zit ook de sheet in waar dan de planning in zit van Lenteleven of de planning van Biezenakker. Even kijken...
Er is ook een vraag, een bewonersinitiatief is een geweldig idee, maar hoe kom je in contact met mensen met dezelfde plannen en interesses? Harm, ja, jij hebt ervaring. Goeie vraag. Nou, het begint in ieder geval met, als er één iemand of twee mensen opstaan, mijn ervaring is in ieder geval, de initiatieven die ik in ieder geval ook begeleid en ook ken, is dat er meestal één of twee mensen opstaan en die gaan over nadenken, die zitten ergens in een sociaal netwerk, of het een voetbalclub is of ergens anders. En die vinden vaak heel snel gelijkgestemde. Ik ben ook bij een andere gemeente bezig met twee jongeren die niet eens op zoek zijn naar een woning, maar het belangrijk vinden dat hun kern leefbaar blijft. En die weten dat echt heel slim te mobiliseren via WhatsApp-groepjes en chats en alles wat erbij hoort. De volgende vraag die ik dan meestal krijg is van, ja, en hoe geef ik dan daar een goed vervolg aan? Nou, dan is het ook wel een kwestie van, het moet wel een locatie zijn waar ook de gemeente van zegt, ja, daar willen we graag woningbouw hebben. Nou, daar zijn we nu ook niet over met elkaar ook over in gesprek. En zorg dat je een goede adviseur erbij haalt. Want niet iedereen bouwt elke dag zomaar dagelijks een woning. En zeker niet met een proces waar die van A tot Z alles op wilt pakken. En die combinatie, eventueel met starterslening of met andere mogelijkheden, daar denken wij heel graag met jullie over mee. Om dan daar een vervolg aan te geven. Dus het kan op een heel natuurlijke manier ontstaan. Als er een groep is, ik ben altijd bereid om daar vragen over te beantwoorden vanuit mijn ervaring die ik heb, om daar mensen te woord te staan en te helpen. Dus neem gerust contact op via het e-mailadres wat wij ook beschikbaar hebben en dan kom ik daar zeker nog een keertje op terug. Oké, dankjewel. Er komt ook een vraag over een informatiebijeenkomst voor de huidige bewoners van Biezenakker en overige aangewezen percelen. Nou, daar hebben we al een beetje op geantwoord. Hè? Dus als ik die dan even voor jullie mag beantwoorden. Die komen er inderdaad aan op het moment dat er een projectleider is. En er wordt nagedacht over zo'n paspoort. Dan worden inwoners en omwonenden daar zeker bij betrokken. En dan komen we ook meteen met de volgende vraag. En dat is... Is er al een projectleider, Ben? Nee, die is er nog niet. Er is nog geen projectleider. Nee, dat klopt. En die moet wel zo gauw mogelijk komen om het proces in gang te zetten. Dus als hier iemand nu zit te kijken met bepaalde kwalificaties? Dan kan die solliciteren. Oké, nou, wie weet zit er iemand tussen. Jazeker. Ja, zeker. Ja, want een goede projectleider die betrokkenheid heeft en hier een paar jaar echt energie in kan brengen, die kan iets heel moois gaan verwezenlijken hier. Daar zijn we heilig van overtuigd. Ja, met een goede ondersteuning van ons erbij. Dus ja. Een vraag over het plan Lenteleven in Gendringen. De vraag is van Baro Pas, maar nog 11 anderen. Komen hier vrije sectorkavels? Komen die daar vrij, vrije sectorkavels? Ja, nou, we hebben die vraag was ook op het begin al gesteld. Ja. Wij gaan echt kijken naar echt verschillende vormen van hoe wij de locatie kunnen gaan ontwikkelen. En dat daar vrije kavels gaan komen, vrije sectorkavels zoals je dat dan noemen. Ik denk dat die kans best wel groot is. Maar nogmaals, dat moeten we nog allemaal gaan uitwerken. Maar ik begrijp die behoefte heel goed, want we horen die op heel veel plekken. Dat mensen ook heel graag zelf op een plek, een mooie plek, een eigen woning willen bouwen. Dus daar komen we ook zeker op terug, ook gesprekken die wij gaan voeren met de bewoners. Een vraag is, op de overzichtskaart stonden ook de locaties Oversluit en Langenhorst. Wat zijn hier de plannen? Daar hebben wij wel meegenomen als één van de uitleglocaties, of twee uitleglocaties, die zijn nog niet in beeld als uitleglocatie. Dus we hebben echt gezegd, wij gaan nou echt voor Lenteleven en Biezenakker als twee locaties waar wij die uitbreiding willen gaan doen. Ja. Dus het zijn eigenlijk de locaties die zijn afgevallen. Hè? Die zijn afgevallen. Op basis van de criteria die we net benoemd hebben. Ja precies. Ja. Nou, misschien is het wel goed om daarbij te melden dat we natuurlijk wel de locaties hebben gespiegeld aan de hoeveelheid grond die we nodig hebben om die 1450 woningen te bouwen. Op een gegeven moment kun je wel allerlei locaties aanwijzen, maar dan heb je zoveel locaties dat je misschien wel, nou, wel drie of vier keer zoveel kunt bouwen. Sommige, dat hebben we dus niet nodig. Je moet, en daarom hebben we gezegd, van, nou, we gaan die criteria zo kiezen, dat we uiteindelijk ook bij locaties uitkomen die voldoen zijn van eventjes qua grootte, dat wij de opgave daarop kwijt kunnen. Dus dan hoeven we niet nog meer locaties aan te wijzen. Oké, ja, duidelijk. Ja. Even kijken. Ja, er zijn ook een paar vragen die ik moeilijk vind te stellen, omdat ik dan niet precies weet wat u bedoelt. Maar er is de eentje die volgens mij wel urgent is, maar ik hoop dat ik hem goed begrijp. Geen antwoord is te blijven bestaande woonpercelen bestaan.
Ik denk dat dit gaat over op het moment dat ik mijn perceel zie zitten in een kaart. Dus de woningen die nu staan in deze uitleglocaties, wat gaat daarmee gebeuren? Ja. 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 Nou goed, wij wat hebben ook aangegeven in de planning. Een van de eerste stappen die we gaan doen als er een projectleider is, is in gesprek gaan met de eigenaren. En onze ervaring is dat bij dit soort locaties eigenaren er heel verschillend tegenaan kunnen kijken. Nu misschien eerst echt heel spannend gaan vinden. Wat gaat er nog met mijn woning gebeuren? Wat gaat er met mijn locatie gebeuren? Maar het biedt misschien ook wel mogelijkheden. Dus daar willen we met elkaar over in gesprek gaan. Er is niet één manier of één wijze waarop we nu zeggen van of ze gaan weg of ze blijven allemaal staan, is onze ervaring. Dus daar gaan we echt met die eigenaren één op één gesprek over aan. En daar hebben die werkleider ook zo snel mogelijk voor nodig, want wij begrijpen heel goed dat dit heel goed speelt bij eigenaren die nu een woning hebben of een boerderij hebben op deze locaties. Ik weet niet of je iets aan te vullen hebt daarin op Ben, maar ja, dat is wat we gaan doen. Ja, dat klopt. Ja. Daar heb ik niks op aan te vullen. Dit is een helder verhaal. Ja. Misschien nog wel een vraag van Ben is, in hoeverre kunnen provincie bestaande bewoners of andere stakeholders nog voor vertraging in het proces zorgen? Nou, dat denk ik even aan onze titel. We moeten het samen doen. We willen eigenlijk deze ontwikkeling, en daar is het hele participatieproces ook op ingericht, zoveel mogelijk samen met onze inwoners oppakken, om uiteindelijk aan het eind van de rit het best gedragen plan, het breedst gedragen plan, voor elkaar te boksen. Want dan uiteindelijk zal zo'n proces ook sneller gaan. En we hebben natuurlijk met de provincie in het kader van die regionale afspraken, ook de afspraak liggen dat voor elk plan wat wij in procedure brengen, er genoeg draagvlak moet zijn. En niet in de zin van dat heel veel mensen dat fijn vinden of zo, maar dat we genoeg afnemers hebben, dat er genoeg klanten zijn voor die woningen die in dat plan zitten. Dus dat is er eentje waardoor de provincie nog zou kunnen zeggen van, hier klopt iets niet. Dat plan is 3 of 4 keer te groot of zo. Maar daar hebben we dus naar gekeken. We hebben onderzoek gedaan naar hoeveel vraag er dan woning is de komende 10 jaar. Dus dat varkentje is gewassen, om maar zo te zeggen. En verder kom je dan wel op het draagvlakverhaal. En daar heb ik net van gezegd, we moeten zoveel mogelijk proberen samen voor elkaar te krijgen, want dan gaat het snelst en dan hebben we zo snel, op de allersnelste manier, de woningen voor onze woningzoekenden, zeg maar eventjes, te staan. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik hoor jou zeggen, ik sla me even heel plat hoor, provincie Vink, ja. Inwoners, nou dat moeten we samen doen. Samen dat doen. Gaat blijken. Oké. Okay. Ja. En aan de gemeente ligt het dus niet in dit geval. Een projectleider, we hebben nog een projectleider nodig. Ja. Nee, ja. Goed, ik kijk nog even verder. Even kijken. Heel veel vragen hebben we al beantwoord. Er zitten ook wel wat opmerkingen tussen, dus ik moet even filteren van wat is een vraag en wat is een, wat is een opmerking. Ga ik even bij de populairste vraag kijken of ik die in ieder geval beantwoord heb. De ene vraag die heel vaak wordt gelijk, maar volgens mij hebben die al geantwoord, is wordt er zijn tijd de verloting via projectontwikkelaar of makelaar gedaan, aangezien makelaars hun eigen lijntjes hebben. Nou, daar zit natuurlijk wel een beetje een suggestieve opmerking in, maar de vraag wordt de verloting via projectontwikkelaar of makelaar gedaan? We hebben eigenlijk al... Er is helemaal geen keus gemaakt in hoe de woningen aan de man gebracht gaan worden, hè? En of er verloot moet gaan worden, ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van hoeveel woningen er in de aanbieding zijn en hoeveel klanten daarvoor zijn. Ja, dus, ja, daar is nog helemaal geen keuze in gemaakt, dus daar kan ik ook eigenlijk helemaal geen antwoord op geven op die vraag. Oké. Ik krijg ook wel wat opmerkingen over dat vanuit de Biezenakker de inwoners toch ontevreden zijn over de informatie en ook de vraag waarom nadat het besluit is genomen er niet gecommuniceerd is met inwoners of bewoners. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, dat wil ik wel. We hebben er goed over nagedacht, over hoe wij zouden willen gaan communiceren met onze inwoners nadat de Raad het besluit heeft genomen dat we dit gaan doen op deze locaties. Want daar hebben we net al uitleg over gegeven waarom het op die manier is gegaan en niet op voorhand met de inwoners is besproken. We hebben ook nagedacht over hoe we dat dan willen gaan doen. En we hadden eigenlijk gedacht dat dit wat we nu doen, dat dat eigenlijk het middel is om de inwoners direct op de hoogte te brengen van de informatie. Maar als er vragen zijn, zeg maar even die verder gaan dan de informatie die we nu verstrekken, of meer privé van aard zijn,
dan staan we natuurlijk altijd open om die vragen te gaan beantwoorden. Of daar gewoon één op één met mensen over in gesprek te gaan. Dus die mensen die kunnen zich ook bij ons melden, omdat ze dat gesprek te gaan voeren. Alleen het lastige is natuurlijk wel dat de projectleider er nog niet is. En ja, dit klinkt heel plat, maar het is wel fijn dat er iemand is waar uiteindelijk ook alle informatie verzameld wordt om er vervolgens ook iets mee te doen. Dus dat maakt het op dit moment even ingewikkeld. Ja. Dat is de keuze die we gemaakt hebben. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen, nou, ik had het liever op een andere manier gehad. Maar daar gaan we dan apart mee in gesprek nog. En die uitnodiging staat gewoon voor iedereen die dat wil. Ja, helemaal straks. De volgende sheet komt ook nog even een e-mailadres zichtbaar. Dus kunt u rustig terugkijken. Maar dat is projectteamwoningbouw@oude-ijssel.nl. Dus projectteamwoningbouw aan één stuk. @oude-ijsselstreek.nl. Dat is het mailadres waarin wij vragen van de verschillende projectleiders van de verschillende locaties verzamelen. En ook mijn advies om ook aan te geven dat u of aanmelden voor een nieuwsbrief. Dat kan op dezelfde pagina als waar u ook alle informatie van de woningbouw heeft gezien en waar u zich ook heeft aangemeld voor deze bijeenkomst. Heel veel van u hebben dat al gedaan. Met die nieuwsbrief proberen wij u op de hoogte te houden, dat u weet op het moment dat er iets gaat spelen. Want sommige locaties, dat duurt natuurlijk ook nog echt wel jaren voordat er iets gaat spelen. Maar dat u in ieder geval op de hoogte blijft. Nou, volgens mij, ik ga nog heel even door de snel kijken. Ja, er zitten wat praktische vragen, persoonlijke vragen ook in. Van ik wil bouwen en kan dat dan voor 2025 of alleen in de laatste fase? Ik vind het een beetje moeilijk om die voor 188 mensen nu... Ik wil er wel wat over zeggen. Want ja. Kijk, we hebben natuurlijk een paar keer al benoemd twee stromen. Inbreiding en transformatie en uitleglocaties. Wij zien ook nog steeds dat er gewoon goede plannen worden ingediend door soms door bewoners, soms door ontwikkelaars op plekken waar woningbouw heel goed kan. En dat hoeft niet alleen per se op deze uitleglocaties te zijn. Dus blijf creatief, blijf in contact met andere mensen die ook andere plannen hebben op andere plekken. U hoeft niet alleen te wachten op deze uitleglocaties. Dus kijk ook naar andere initiatieven. Dus daar zijn echt mogelijkheden. En die zien we ook nog steeds verschijnen. En er gaan ook, er stond bijvoorbeeld in zo'n rood bolletje bij verkaveling of kavels wonion. Dus er gaan ook nieuwe initiatieven nog naar buiten komen. Wij communiceren niet alles. Wij geven wel op onze website aan plannen waar wij goedkeuringen hebben gegeven. Die staan op onze website. En daarnaast is het natuurlijk gewoon aan de marktpartijen zelf, die al bezig zijn met andere plekken dan deze uitleglocaties, om daar rugbaarheid aan te geven, via makelaar of zelf. Dus hou altijd alles in de gaten, leg contact en ja, misschien dienen er zich al veel eerder mogelijkheden aan. Maar die uitleglocaties, dat staan we nu voor vanavond aan, daar hebben we iets van verteld. Dus twee stromingen nog steeds, transformatie, inbreiding en daarnaast deze uitleglocaties. Ja. Wat ik hier nog ook over, er komen ook vragen binnen over huurwoningen of appartementen. Komen die er ook? Ja, wat ons betreft wel. Als wij praten met de markt, is er aan alles behoefte. En het zijn niet alleen maar grondgebonden woningen. En het zijn niet alleen maar koopwoningen. Wij zien ook steeds meer en grotere groepen die behoefte hebben. En dat zien wij niet alleen, dat zien ook de woningcorporaties. Aan kleinere wooneenheden om te verhuren, tijdelijk, vanuit bepaalde situaties. En ook aan appartementen. Iedereen zit meer te wachten op een tuin. En die appartementen is echt niet alleen voor de ouderen. Wij zien ook starters die appartementen zoeken. Dus wij gaan aan al deze groepen en al deze prijsklasses en al deze type woningen gaan we aandacht besteden. Er komt ook een vraag. Welke type woningen zijn er gepland voor het inbreidingsgebied van Wezenthorst? Ik heb op dat moment eventjes nu niet dat paraat. Daar kunnen we op terugkomen en die informatie daarbij halen. Wat daar nou precies gepland staat bij Wezenthorst. Oké, dit is een vraag die ik meeneem naar de Frequently Asked Questions. Ja. Oké. Even kijken. Heel graag wat meer duidelijkheid over het vervolg. Ja, en dat is toch wel, we hebben natuurlijk al een planning gegeven, maar er komen toch nog wel veel vragen over hoe kan je je nu aanmelden als je... Serieus, er zijn toch wel veel mensen die meeluisteren, die gewoon echt heel graag snel een woning willen. Hoe kan je je nu aanmelden als je toch nu gewoon al een woning wil? Ja,
Ja, kijk, jij hebt een oproep gedaan, Karen, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Kijk, we hebben op dit moment niets te vergeven op dit moment nog, want we moeten echt alles nog gaan uitwerken. Het is een uitleglocatie, het is nu gewoon vaak nog maagdelijk groen of een weiland of iets anders. Dat moet helemaal worden uitgewerkt. Dus nu al ergens voor inschrijven waarvan je niet weet wat er is. Wij gaan niet andere mensen nu bijvoorbeeld prioriteit geven die nu al zich inschrijven voor een nieuwsbrief. We gaan echt de gelegenheid geven aan iedereen om met het duidelijk is wat er gaat komen en hoe we dat in de markt gaan zetten om zich daarop in te schrijven of op een andere manier daar de behoefte kenbaar te maken. Maar nogmaals, kijk echt naar beide. Kijk ook naar transformatie en kijk ook naar die inbreiding en de uitleglocaties. Daar gaan we echt u over informeren als dat echt gaat spelen. Ja, helaas, we hebben nu geen kavels te verkopen. We hebben ook geen inschrijflijsten om daar nu al mee aan de slag te gaan. We snappen heel goed hoe groot die nood is, want wij krijgen elke dag telefoontjes van mensen die dat echt aan ons vragen. Kunnen we ons inschrijven bij de gemeente? Nee, helaas niet. Maar wij gaan wel zorgen dat we deze locatie zo snel mogelijk samen met u tot ontwikkeling kunnen gaan brengen. Misschien nog wel een goede vraag van mensen uit Biesen Akker met nummers. Maar appartementen past toch helemaal niet in het landelijk karakter. Nou heb ik net een project voorbij zien komen waarvan ik denk, hey, dit is misschien wel een voorbeeld hoe het wel zou kunnen. Een landelijk karakter met appartementen. Volgens mij is er net in het college een bouwproject geweest waarbij er een herenhuis wordt geplaatst. Ja, weet je, in Ulft. Ja, in Ulft. Maar ja, het hangt ook van de verschijningsvorm af, hè. Daarom zijn het altijd een twee bouwlagen en een kap. Je hebt ook drie bouwlagen, maar twee bouwlagen en een kap is eigenlijk drie bouwlagen. Alleen de derde bouwlaag is dan in de vorm van een kap. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden, zeg maar even. Maar in die bouwmassa van twee bouwlagen en een kap zou je bij wijze van spreken al drie appartementen kwijt kunnen raken. Dan heb je aan de ene kant binnen de vorm, zeg maar eventjes, die je daar wenst. Als dat al de wens is, hè. Kun je wel een ander type woning kwijt, zeg maar even, dan dat je in die massa zou verwachten. Ja, het klinkt een beetje technisch eigenlijk allemaal. Maar er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En je zou je ook best voor kunnen stellen dat op bepaalde plekken in zo'n plangebied best wel iets voornaams kan komen. Aan het eind van een laan of zo, daar verwacht je, zoals je vroeger naar het Engelse landschapstijl keek, dat soort landgoederen in elkaar steken, dan zie je aan het eind van een lange laan of aan het eind van een waterpartij iets van een voornaam huis staan. En vroeger was het gewoon één woning waar de landheer in woonde, bij wijze van spreken, of de fabrieksdirecteur. Maar datzelfde gebouw zou bij wijze van spreken ook een appartementencomplex kunnen zijn met 10 appartementen erin. Mm-hmm. Dan word je daar hartstikke prachtig, in een hele mooie omgeving, maar wel gewoon met 10 andere gezinnen. Nou, is dat dan erg? Ik denk, nee, dat lijkt mij prima. Lijkt me hartstikke mooi om op die manier te wonen. Maar het is wel een appartementencomplex al ineens geworden in plaats van een landhuis. Dus er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden en hoe je dat dan in zou kunnen kleuren. Ja. Oké. Okay. Iemand vindt het samen doen en het participatie nog een beetje vaag. Dat snap ik eigenlijk ook wel. Kunnen we dat nog wat concreter maken? Ja, dat kunnen we best concreet maken. Ik stel me zo voor, maar ook dat moet nog in zo'n locatiepaspoort opgenomen worden, dat als wij straks met de uitwerking van zo'n plangebied aan de gang gaan, zo noem je dat dan ineens, hè, in technische termen, plangebied, en dan ga je een stedenbouwkundige uitwerking maken en architectonisch vertalen van hoe gaat zo'n huis er dan uitzien straks en hoe groot worden die woningen eigenlijk, hoe dicht komt het op elkaar te staan, hoe wijd komt het uit elkaar te staan. Dat wij dat proces gewoon met de inwoners samen gaan doen, dat de stedenbouwkundige die dat plan gaat maken een informatiebijeenkomst gaat houden of een ophaalbijeenkomst gaat organiseren, waarbij hij in gesprek gaat met de mensen die iets vinden van die locatie. Dat kunnen omwonenden zijn, kunnen ook gewoon nieuwe inwoners zijn die daar graag een plekje zouden willen hebben. En gewoon gaat ophalen van wat zijn nou jouw wensen ten aanzien van deze plek of die plek. Daar gaat hij dan straks een mooi plan van maken met al dat soort input. En dat zal niet in één bijeenkomst gaan gebeuren. Er zullen meer van dat soort bijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Waarbij wij de input van onze inwoners gewoon ophalen om daar uiteindelijk het beste plan van te maken. Ja, en daarop aanvullend participatie betekent dan ook, ook als je zegt ik wil niet op die locatie wonen, maar ik woon er wel naast. Ik vind daar wat van. Ja. Dus dat je ook meegenomen wordt in een conceptplan om daarop te reageren. De voorbeelden die net genoemd werden van ontsluiting, verkeer.
Al blijf je daarnaast wonen, dan wil je wel een bepaalde kwaliteit van wonen houden. Nou, dat betekent dus ook participeren. Dus dat kan op meerdere manieren zijn en ook vanuit verschillende behoeftes zijn. Of als toekomstige wonen, maar ook als buur. Ja. Dus dat is wat wij willen gaan oppakken met die participatie. Ja. En in zo'n locatiepaspoort worden dan ook, ik zie namelijk een paar vragen voorbij komen die heel concreet zijn. Hè? Bijvoorbeeld, er ligt een speeltuin aan de Kalmoes op de Lenteleven, wordt deze vergroot. Maar dat soort dingen, begrijp ik nu, komen dus in zo'n, worden dus besproken in... Zo'n locatiepaspoort. Ja, en ook van de bestaande structuren, van wat blijft daar in stand, wat gaan we zelfs nog versterken of wat gaan we nog uitbreiden, dat komt er allemaal in terug. Ja. Ja, oké. Wel een prangende vraag die nu een paar keer terugkomt, die nog even moet, die is wel, hoe duurzaam worden de woningen straks? CO2-uitstoot, stikstofproblematiek? Ja, kijk, de woningen die gebouwd worden, je hebt gewoon een bouwbesluit. En dat bouwbesluit wordt steeds strenger op het gebied van duurzaamheid. Andere kant, een hele belangrijke ontwikkeling, want je kunt natuurlijk kijken naar de regelgeving, is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. We zien ook dat steeds meer financieringsregelen hartstikke interessant worden om woningen duurzaam te bouwen. Dus nul op de meter, daar krijg je hypotheekverlaging voor. Dus het mechanisme gaat meerdere kanten op. En daarnaast gaan we ook gewoon dingen voorschrijven, zoals waterberging en dergelijke. Dus wij gaan ervan uit, en dat hebben we ook al gezien bij een nieuwbouw die nu ontwikkeld wordt, die al niet meer aangesloten is op het gas, dat zelfs bewoners al steeds verder initiatieven nemen die verder gaan dan bouwbesluit om woningen te realiseren. En dat kan ook heel goed zijn, als wij bijvoorbeeld met deze locatie aan de slag gaan, dat wij duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium vinden en dat we daar ook bijvoorbeeld dan ook ontwikkelaars of andere partijen op gaan selecteren. Dat weten we nu nog niet, maar dat kan heel goed zijn. Ja. Er komen ook wel wat vragen over de huidige contour van de biezenakker, waar die op gebaseerd is. Dat zit, weet ik, een beetje in je presentatie, maar misschien dat Harm dat je nog iets over kan zeggen. Moet ik even terug naar de sheet? Ik heb hier zelf voor me hoor. Nou, dat is deels ingegeven door het bezit wat de gemeente al heeft en deels waarvan wij denken dat het logisch is om naar een geheel te kijken, wat Ben ook al net aangaf, wat goed aansluit bij de huidige bebouwing. En daar zijn deze contouren uit voortgekomen. We hebben niet alleen wij zelf naar gekeken, daar hebben we ook een andere professionele partij bij gehaald die samen ons naar die locaties gekeken heeft. En als ik dan kijk naar die contour, leek dit ons het meest logische. Maar ik kan me voorstellen dat als zodra wij gesprekken aangaan met eigenaren of direct omwoners, dat daar nog vragen over gesteld gaan worden, waar wij nog specifiek op terug kunnen komen op dat gebied. Ja. Er is nu nog een vraag over, krijgt de buurt voorafgaand aan de bekendmaking inzicht in het locatiepaspoort? Volgens mij heb je net uitgelegd dat dat samen met de omwonenden ook wordt gemaakt, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, wij willen inderdaad dat we hebben ook aangegeven in die planning. Ook één, natuurlijk als eerste die eigenaren die nu bezit hebben of daar positie hebben, een gesprek aanvoeren, maar het locatiepaspoort uitwerken. Zoals Ben ook net aangaf, wat ik zelf ook aangaf, het gebied van participatie. Wij willen daarover gaan participeren met de omwonenden en mogelijk geïnteresseerden. Ja, dus het is niet alleen voor de mensen die er straks komen te wonen. Nee. Maar ook als jij nu aan de rand van zo'n gebied zegt, dan word je dus betrokken bij wat zie ik straks tegenover mij. Ja, en dat gebeurt informeel. We hebben een informele fase erin, maar ook als we de ruimtelijke procedure ingaan, wat nu nog een bestemmingsplan heet, heeft iedereen de mogelijkheid om daar nog formeel op te reageren. Als die daar gewoon, dat wordt allemaal gepubliceerd. En dat heet dan in de toekomst omgevingsplan, nu nog bestemmingsplan. En daar heeft iedereen ook de mogelijkheid om daar nog formeel op te reageren. Ja, en dat formeel reageren, want er is ook een vraag over beroep doen. Hè? Kan ik ergens tegen beroep indienen? Dat is dus het formeel reageren op... Ja, en wij willen, en dat gaf Ben ook al aan, juist aan die voorkant heel goed het participatieproces oppakken om te voorkomen dat wij heel veel beroepen en bezwaren gaan krijgen, want dan gaan de procedures veel langer duren. Ja. Dus alles ons aangelegen om aan die voorkant ons huiswerk goed te doen. Ja. Maar misschien is het ook wel goed, want dat is volgens mij ook wel een misvatting die ze nu en dan leeft bij onze inwoners. Dat op het moment dat je participeert en mee gaat praten over dingen, dat je daarmee dan je recht op beroep of zo of bezwaar zou verspelen. Nou, dat is niet zo. Nee. Je kunt heel fijn over meepraten en als je het uiteindelijk er toch niet mee eens bent, dan kun je nog steeds bezwaren intekenen of aantekenen bij de instantie die daarvoor aangewezen is. Dat kan de gemeenteraad zijn, kan het college zijn, afhankelijk van wat voor soort beslissing het is waar je dan niet mee eens bent. Het kan ook zijn dat het de rechtbank is of de Raad van State, dat is dus ook een soort rechtbank, maar die zit helemaal in Den Haag.
Dus er zijn verschillende wegen die je dan kunt bewandelen om toch je ongenoegen kenbaar te maken. En dan gaat daar een onafhankelijke rechter naar kijken. Ja, ja. Dat kan. Okay. En nog een wat concretere vraag over het bouwen. Waarom krijgen projecten van wij 5 woningen en of meer op dit moment voorrang boven andere projecten? Ja, dat heb ik goed gezegd. Dat kan Ben denk ik wel beantwoorden. Ja, dat wil ik wel beantwoorden. Ja, net hebben we al gezegd, we komen een projectleider tekort om uiteindelijk deze woningbouwprojecten vlot van de gang, of aan de gang te krijgen. Dus, maar wij komen meer personeel tekort. En vanwege dat personeelsgebrek hebben we aan moeten geven dat we sommige dingen die volgens wetsvoorschrift, dus voor de woningbouwontwikkeling van belang zijn, dat we die voorrang geven boven de wat kleinere projecten. Dat betekent eigenlijk dat wij een scheidslijn hebben gezet bij 5 woningen of meer. Die gaan wij bij voorrang behandelen. Maar dat betekent niet dat kleinere woningbouwprojecten niet meer in beeld zijn. Als het goed is, ik heb die brief namelijk al een paar keer voorbij zien komen. Van wat voor een brief gaan wij nou eigenlijk naar die initiatiefnemers sturen. Die dan een kleiner project zeg maar even hebben ingestuurd. Er zit een vertraging van een paar maanden in. Daar streven wij naar. Om het iets later, zeg maar nog steeds wel snel, een antwoord te geven op de vraag van de inwoners die met een kleiner initiatief aan de gang zijn gegaan. Ja. Ja. Okay. Is trouwens iets, dat wil ik wel weer aanvullen, niet alleen iets voor de gemeente Oude IJsselstreek. Dat vindt op dit moment plaats praktisch bij alle gemeentes in Nederland. Een enorm tekort aan mensen om al het werk te verzetten. Dus we krijgen ook heel veel goede initiatieven binnen, ook kleine. En dus daar moeten we echt gewoon soms keuzes in maken. Ja. Ja. Hoe staat de gemeente tegenover biobased bouwen? De hele concrete vraag. Biobased. Ja, dat is een definitie dingetje. Hij moet eigenlijk eerst weten wat de definitie is. Biobased. Maar volgens mij heeft Harm net al een antwoord gegeven op die vraag. Hè? Biobased als het gaat over met natuurlijke producten bouwen. Daar kan ik me best bij voorstellen. Particulier initiatief op die manier, waarom niet eigenlijk? Uiteindelijk zal alles wel moeten voldoen aan de wetgeving en de normering die daarvoor staat. En op wat voor manier het dan uitgevoerd wordt, ja, eigenlijk. Dat heeft heel veel scheidingsvormen. Ja. Hoe wordt er omgegaan met de capaciteit van de basisschool? En die vraag kwam vorige week trouwens ook. Want dit biedt ook kansen dat we weer onze faciliteiten gaan uitbouwen. Hoe staan jullie daar tegenover, Ben? Het is in ieder geval zo dat wat we nu zien gebeuren is dat er meer inwoners naar onze gemeente komen. En dat niet alleen maar starters en senioren zijn, maar ook die tussengroep van de gezinnen. En die gezinnen, ja, die nemen dus kinderen mee. Maar ook de starters, die zullen uiteindelijk, de jongeren, die zullen uiteindelijk ook misschien wel een keer een kinderwens hebben. En dat betekent dat dat een positieve ontwikkeling is voor die faciliteiten, de scholen, zeg maar even, welvarend, zeg maar even, bij de aanwezigheid van kinderen. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Maar verder vind ik het eigenlijk ook een hele positieve ontwikkeling dat het inwoneraantal van onze gemeente dan in die stijgende lijn terecht gaat komen, want dat betekent ook dat er meer klanten voor de winkels zijn en meer deelnemers aan sportverenigingen zijn, dat er meer bijdrage geleverd kan worden aan het culturele leven en aan onze hele maatschappij eigenlijk. Dus dat vind ik echt een hele positieve ontwikkeling. Oké, ja. In dat kader was er ook nog een vraag over de voetbalvelden, want er is nu een fusie gaande. Biedt dat ook nog kansen, de locaties die daar vrijkomen? Of is deze vraag te specifiek? Nou, dat is best een specifieke vraag. Ja. Hoe zo'n bespreking waar die in zal uitmonden, dat weten we nog helemaal niet. Dus of wij met die voetbalvelden dan rekening zouden kunnen houden, dat weten we eigenlijk ook nog niet. Dus eigenlijk kunnen we op deze vraag nog geen antwoord geven. Nee, oké. Okay. Dat is nog even koffiedik kijken. Ja. Ja, oké. Okay. Even kijken. Ik zie hier dat iemand aangeeft dat het al vaker is genoemd, maar nog niet beantwoord. Die hebben volgens mij wel beantwoord. Krijgen bewoners van Oude IJsselstreek voorrang boven de geïnteresseerden van buiten de Oude IJsselstreek? Daar heeft Ben Hiddinga net al een antwoord over gegeven, over de wetgeving en hoe die ons daarbij in de weg staat. Ja, daar wil ik nog een aanvulling op doen als het kan. Mm-hmm.
Want ik heb ook al aangegeven dat wij 27.000 vacatures hebben en dat we die vacatures niet kunnen vullen met onze eigen inwoners. En dat betekent dat er mensen van buiten naar binnen komen om die bedrijven van ons, onze eigen bedrijven, aan de gang te houden. Want als die bedrijven niet nieuwe medewerkers krijgen, ja, dan gaan er hele andere dingen gebeuren met zulke bedrijven natuurlijk. Die gaan naar plaatsen waar die medewerkers nog wel te vinden zijn. Of ze gaan innoveren, of ze gaan automatiseren, of nou ja, dat soort dingen gaan allemaal gebeuren. Dus het is voor onze economie van belang dat wij onze deur ook openzetten voor mensen van buiten. Ja. Hè, dat is voor ons, ook voor onszelf, voor de mensen die hier nu al wonen, van belang dat dat wel gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen hier nu zitten te kijken, natuurlijk al lang aan het zoeken zijn. Hè? We hebben ook schijnende gevallen gehoord, ook van John Kuhne en ook wel van jongeren die bijvoorbeeld bij schoonouders inwonen. En, dus ik snap ook wel die pijn. Gaat deze woningbouw voor hun ook een oplossing zijn? Ja, het is echt een plus. Okay. Ja. Wij waren al bezig met het programma wat we vorig jaar al ingezet hebben, om vooral de vraag zoals we hem kennen goed te behandelen. Hè? Daar een goed woningbouwprogramma tegenover te zetten. Er zijn ook een paar sheets voorbij gekomen waarin staat hoeveel woningen we nu al in processen en procedures hebben. Dus die is al speciaal bedoeld voor onze eigen vraag, zoals we hem kenden. Maar er is nu een nieuwe vraag bijgekomen. Dat is eigenlijk iets van de laatste 2 jaar. Voordat we daadwerkelijk de vingers krijgen achter wat nu aan de hand is eigenlijk op de woningmarkt. He, dat heel veel mensen uit niet alleen het westen, maar ook het noorden en het zuiden van het land naar de Achterhoek komen om hier te gaan werken. Maar ook van hun pensioen te genieten. En jongeren die vanuit een soort trek waar we eerder vroeger de jongeren de streek uitging, gaat er nu ineens weer de streek in. He, want op een of andere manier trekt het toch. He, misschien heeft de corona wel een setje gegeven dat mensen na zijn gaan denken over het op een kluitje wonen in de stad. Dat het toch misschien wel fijner is om wat meer groen en wat rust en wat ruimte om je heen te hebben. En waar vind je dat? Ja, waar vind je eigenlijk je eigen familie nog terug dan? Hè? Ja, dat is die streek waar je geboren bent. En dat is de Achterhoek. En dat is een prachtige streek. Dat zeker. Ja. Daar zijn we en denk ik allemaal. Dan snap ik helemaal dat mensen terug willen komen. Ja. Ja. Maar ja, want dat is, als ik het goed begrijp, is het de vraag die al gemeten was. Hè? De behoefte van wij Achterhoekers zelf. Aangevuld met, dus jullie hebben rekening gehouden met de behoefte die er al was. En ook aangevuld met de behoefte die dan daarbij komt. Ja. Ja. Okay. Als je naar de basis kijkt, onze eigen basis, dan hangt het rond die 1000. Dan kun je over van mening verschillen of alle componenten wel goed meegenomen zijn hoor, in die 1000 woningen. Maar dat is echt de ondergrens. Maar die 2250 is gebaseerd op het oude IJsselstreekse deel van die miljoen huizen die er nog bijgebouwd moeten worden de komende 10 jaar in heel Nederland. Als wij een gemiddelde gemeente zijn in Nederland, en dat zijn we, dan zouden wij best ons deel van die miljoen hier kunnen gaan bouwen. En nou, 40.000 inwoners op 17 miljoen inwoners is 2250 woningen op een miljoen woningen. Ja. Zo is die 2250 ontstaan. We willen gewoon ons deel pakken, ons deel doen in die nationale woningbouwopgave. Okay. En dat betekent ook dat we voor mensen van buiten dus bouwen. Ja. 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 Er komen hele goede suggesties binnen. Als zijnde een groene strook rondom de bestaande bebouwing. En volgens mij mensen zijn al aan het meedenken. Ja, dit zijn natuurlijk dingen die we, dit nemen we allemaal mee. Dit wordt ook allemaal bewaard, wat ik hier nu allemaal voor me zie. Ook een vraag, waar kan ik me melden voor persoonlijke vragen? Mailadres laat ik zo zien. Even kijken, ligt er al een plan voor de herbestemming van agrarische gronden en worden eigenaren hierover eerst op de hoogte gesteld? Ja, neem aan in de kader van dit plan. Ja, er zijn nog geen plannen voor. Er is een idee dat wij het gebied Biezenakker en Lenteleven aanwijzen voor woningbouwontwikkeling. Hoe die woningbouwontwikkeling eruit komt te zien, dat is dat interactieve proces waar we het al een paar keer over gehad hebben. Dat wij mensen mee laten participeren in dat hele ontwerpproces. Welke gronden dan uiteindelijk van kleur gaan verschieten. Dus waar woningen neergezet gaan worden, waar misschien nog gewoon een agrarisch kaveltje blijft. Omdat het misschien een oude S of zo is. Nou, hier zijn geen S'en, maar een oude stroomrug is. Bijvoorbeeld wat we graag open zouden willen laten blijven. Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal dingen die komen straks gewoon in dat ontwerpproces terug. En wat dan uiteindelijk agrarisch blijft, of groen wordt, of een woongebied wordt, of een parkeerplaats wordt, dat zien we wel.
Dus dat komt pas later. Ja. Even kijken. Ja, wat je net aangaf, er komt hier namelijk een vraag binnen. Hoe groot is de kans dat de contouren die nu getekend zijn ook daadwerkelijk helemaal volgebouwd gaan worden? En je gaf net al aan, we houden rekening met heel veel mensen. Kan het ook zijn dat dat verandert? Of in hoeverre weten we al zeker dat dat ook allemaal er komt te staan? Of misschien kan Harm dat beantwoorden? Nou ja, goed, we hebben nog wat natuurlijk gezegd over die fasering. En je wilt gewoon met een logische plek beginnen, in dit geval met name op de gemeentegronden. En dat betekent dus dat je aan die locatie als eerste gaat beginnen. Dat faseer je dus. Die locatie ga je niet in één keer ontwikkelen. En je wilt gewoon ook die fase 2 gebruiken om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Maar wat is volbouwen? We hebben het gehad over verschillende dichtheden van woningen. We hebben het gehad over betaalbaar. Nou, betaalbaar betekent niet één woning op een heel groot kavel. Dus ja, het wordt een hele combinatie van verschillende karakteristieken bij elkaar, zo noemen we het dan maar eventjes. En we maken niet een plan meteen voor heel 10 jaar om alles dicht te timmeren. We faseren dat om ook gewoon bij die volgende fases elke keer in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe behoeftes en nieuwe kansen. En dat betekent ook dat we die fase die we als eerste oppakken ook willen ontwikkelen als een autonome, noem ik zeg maar, kleine woonwijk. Zodat je niet denkt van oké, dit is geamputeerd, je moet nog wat bij. Want die zie je vaak heel veel in Nederland. Dus dat zijn allemaal de opgaves waar we voor staan. Dus er is ruimte. Ja, wat is volbouwen? Er zijn gemeentes die rekenen met enorme dichtheden per hectare. Doen wij in dit geval niet. Wij willen ook iets heel karakteristieks houden hier in de Achterhoek. Nou, en die combi met betaalbaarheid en de wens die er zijn, dat wordt een uitdaging, maar daar gaan we denk ik wel uitkomen. Oké. Er komen nu wat vragen die toch wel weer een beetje in herhaling komen. Dus ik denk dat ik langzaam af ga ronden. Bijvoorbeeld, hoe waarborgen jullie de veiligheid rondom de school en de vele recreanten die door de biezenakker trekken? Nou, die hebben we eigenlijk net al beantwoord. Iemand anders vroeg ook van hoe kunnen we rustig blijven wandelen hier? En hoe kunnen we inderdaad rondom de school veiligheid hebben? Die kwam ook al eerder voorbij. Hè? Dus dat is eigenlijk, dat wordt dus bepaald in ook het locatiepaspoort, begrijp ik. Er is nog een fase. In welke fase doen jullie ecologisch onderzoek? Zodra je gaat beginnen met die uitwerking van die locatiepaspoorten en alles wat erbij hoort, en waarschijnlijk hebben we nog wat oude onderzoeken liggen, we gaan kijken of dat nog geüpdate moet worden om die hele uitwerking te doen. En zeker voor de ruimtelijke procedure moeten we alles klaar hebben. Dus wij gaan al, zodra die projectleider is, gaan we al met een stukje huiswerk starten. Ook vanuit de vragen die komen vanuit groenzones en alles wat daarbij hoort. Oké. Ik ga nog 2 vragen aan jullie stellen en dan gaan we afronden. Iemand, in dit geval Mirjam, heeft heel goed gekeken naar onze buren waar die mee bezig zijn. Misschien een vraag voor Ben. In het kader van het ontwikkelen wordt er gebruik gemaakt van de kennis van onze buurtgemeente Doetinchem? Nee, dat is niet zo. Nee, ik denk dat zij daar veel heeft zien gebouwd zien worden en denkt van nou, dan misschien kunnen we daar wat van leren. Ja, Doetinchem die timmert wel aan de weg. Die hebben natuurlijk ook een stevige ambitie gesteld om in het jaar 2036 op 70.000 inwoners te zitten. Dat is een mooi streven. Maar daar heb je wel wat capaciteit voor nodig, dat klopt. Maar dat is een Doetinchems probleem natuurlijk. Ja. Daar hebben wij niks mee te maken. En daar maak ik ook geen gebruik van de faciliteit van de gemeente Doetinchem. Nee, want die hebben wel op zoek naar die goede projectleider. Ja. Dus als hij vandaag dus die ervaring heeft op dit soort projecten. Ja. Dus daar komen we er weer op terug, maar je bent de projectleider. Ja. Ja. En ik wil 7 mensen hebben een duimpje gegeven op de vraag: bij wie kan je als initiatiefnemer melden als je in bezit bent van grond? Is dat het mailadres wat ik... Wij hebben volgens mij ook vanuit de informatie die de gemeente heeft, vanuit kaart die we hebben, weten wij wie de eigenaren zijn. Het kan nooit kwaad om jezelf een keer even te melden. Nee. Echt. Dus alsjeblieft ook eigenaren die op deze 2 uitleglocaties grond hebben of bezitting hebben, meld je ook alsjeblieft. Want ook vanuit privacy is handig dat jullie ook aangeven van nou, jullie kunnen met ons gesprek aangaan of contact leggen of wat dan ook. Maar we weten ook wel vanuit onze eigen informatie wie de eigenaren zijn. Ja, en stel je voor ik ben initiatiefnemer en ik heb grond, maar ik val niet binnen deze locatie. Dat kunnen ook andere locaties zijn. Die gaan we gewoon op beoordelen. Als je een plan hebt om een andere locatie voor woningbouw, wij beoordelen die gewoon continu. Dus dien het in of kom met een plan of met een idee en dan gaan we naar kijken. Ja.
Sorry, toch nog één praktische vraag. Dat is gewoon een heel praktische vraag. Namelijk, is er een kaart waar de gemeentelijke gronden aangegeven staan? Kunnen mensen ergens eigenlijk zien wat gemeentelijke grond is? Dat kan altijd. Ja, in het kadaster staan dat soort zaken geregistreerd. Gewoon, ja. Ja, maar het is ook gewoon openbare informatie. Dus die is ook op het gemeentehuis in te zien. Ik weet niet of die op onze website al staat. Niet op de website die wij op dit moment hebben voor deze initiatieven. Maar daar gaan we nog wel even naar kijken. Ja. Ja. Okay. Maar dan weten ze inderdaad ook wat fase 1 is. Ik denk dat dat ook de achterliggende vraag misschien is. Van welke deel gaat dan als eerste fase ontwikkeld worden? Dus daar zullen we nog op terugkomen. Ja. Ja. Nou, dan wil ik jullie hartelijk bedanken. Ik heb de vraag van meer mensen waar melden. Vandaar dat ik deze sheet nu even in beeld laat staan. Nogmaals, u kunt deze video ook terugkijken en dus gewoon stoppen bij het beeld wat u wilt zien. Dus ook dit e-mailadres kunt u terugpakken. Dit is het projectteam woningbouw waar alle projectleiders van alle locaties verzameld worden. Dus daar kunnen mensen denk ik terecht hè, met hun ja. vragen. Persoonlijke vragen, persoonlijke initiatieven, goede ideeën, opmerkingen die ik zag. Sommige opmerkingen zijn al verwijderd, maar er was ook vooral één hele duidelijke boodschap. En dat was, zoals we dat zeggen in de Achterhoek, gas erop. Gas erop, ja. Ja, dan wil ik u van harte bedanken voor de bijeenkomst. Ik geef zo nog heel even Ben het woord als afsluiter. Praktisch dus gezien, hier het e-mailadres. Nogmaals, u kunt het terugkijken. U kunt het linkje ook gewoon doorgeven aan de buren. Als u zegt, nou, kijk eens wat wij nou hebben gekeken vanavond. Voor verdere informatie. U kunt het nog een keertje rustig terugkijken. Mocht u interesse hebben in de andere locaties, ook die linkjes kunt u terugkijken. Morgen hebben we nog een avond en het gaat over Varsseveld. Vorige week hebben we het gehad over Terborg, Silvolde en Etten en omgeving. En meld u vooral aan voor de nieuwsbrief, zodat we u op de hoogte kunnen houden. We gaan u niet spammen met elke week een mail. Het zal eerder één keer in de twee maanden zijn. Maar wel om u op de hoogte te houden wat de ontwikkelingen zijn, wat er gaat gebeuren, welke locaties worden er nu ontwikkeld. Is er een nieuwe projectleider? Die stellen we dan aan u voor. Ja, dus daar wil ik u nogmaals op wijzen. En dan tot slot wil ik het woord geven aan Ben. Ja, dankjewel Karen. Jullie waren met 140, iets in die richting, geloof ik, vanavond. Dat zijn er heel veel. Daar ben ik hartstikke blij mee. Dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied van onze gemeente. Een hartstikke mooi gebied met heel veel uitdagingen. Het zegt ook over hoe groot de vraag naar woningen is in dit gebied. En daar willen we heel graag onze bijdrage aan leveren. En dat doen we heel graag samen met jullie. En dat wij samen het beste plan maken en uiteindelijk ook dan zo snel mogelijk tot de realisatie van die woningen kunnen gaan komen. Want we hebben gewoon, dat is gewoon een hele grote vraag naar woningen. Dus we moeten daar gewoon zo snel mogelijk mee aan de gang. Dus jullie oproep aan ons is ook onze oproep aan jullie. We gaan het gewoon samen doen en dan gaan we, ja, je zet dat eraan. Gas erop. Gas erop. Dankjewel.